Ik ben zo, zo blij en ik ga jullie laten zien waarom. Eindelijk! Het is zaterdag en het is hier één grote knutselbende. Zij is namelijk heel leuk de tas voor oma aan het versieren. Echt super schattig. Er zit een schabloontje bij en een stift en dan... En ik heb zelf mijn outfit uitgekozen. Ja, trouwens. Ze heeft een hele leuke outfit, high waist met een topje. En die heeft ook al een hele leuke tekening gemaakt voor oma. Die gaat ook in de tas. En mijn moederdagcadeau is dan gewoon een hele leuke tas maken. Vooral met heel veel dingetjes... Die de kleindochter heeft uitgekozen. Want ja, wat is er leuker dan moeder zijn, oma zijn. Dus. Ik moet zo even douchen en aankleden, want we moeten zo even wat ophalen. Maar ik voel me nu nog net te fris. Dus ik denk, ik ga eerst even dingetjes doen. En dan als het warmer is, kleed ik me om. En dan gaan we wat ophalen. En dan gaan we gewoon heel erg genieten van het weer vandaag. Ik heb zo'n zin in. Ik heb wel van oma zo gingen. Lekker. Dat is morgen, schat. Morgen. Aangekleed en opgemaakt. Ik heb deze top aan van Selected Femme, broekje, levi's en edited sandalen. Ik heb ook mijn outfit. En jij moet even door eten, want dan kunnen we de deur uit. We moeten er over 5 minuten zijn. En het is 5 minuten ernaartoe en je bent nog aan het eten. Dus alsjeblieft, schiet heel even op. Heerlijk op de fiets. Ik heb wel een jasje aangetrokken, want in de wind is wel koud. Terwijl het verder echt zo lekker is. Lekker in de weilanden. Echt wel een lekker stukje fietsen. En het is echt maar 5 minuten waar we naartoe moeten. Dus heerlijk. En het is zo druk op straat. Mensen houden keurig afstand. Maar het is wel druk. En gezellig. Zijn we thuis, is allemaal gelukt. En wat heb ik nou opgehaald? Ik heb er 6, maar 1 laten zien is makkelijker. Ik heb deze hele leuke patatbakjes van aardewerk. Ik vind het zo schattig met een sausbakje. Dus ik heb er 6. En ja, dat vond ik dus echt helemaal leuk. Ah, zo'n leuke verrassing. Soraya kwam onverwachts even langs. Zo gezellig. En alle kindjes zijn lekker aan het spelen met elkaar. En Mila was er ook. En Sarah, dus ze zijn met z'n 6 aan het spelen. Echt helemaal leuk. Rennen de hele tijd in en uit. Ik ben hier hoor. Ja, jij zit hier. Ze heeft wat eten gemaakt. Moet je eens even gaan roepen. Ik ben zo, zo blij. En ik ga jullie laten zien waarom. Eindelijk is dat verschrikkelijke kapotte. Dat is zwaar weg. Wel, hij is niet verschrikkelijk. Hij was hartstikke leuk, maar ik had hier gewoon geen plek meer voor. En dan gaat het je irriteren en dan wordt het een verschrikkelijk dressoir. Omdat hij hier gewoon heel, heel erg in de weg staat. En hij is nu weg. En ik vind zoveel ademing. En ik wil ook echt... alles gelijk omgooien. Dat wilde ik al, maar nu heb ik heel veel behoefte. Maar we gaan zo eten. We gaan barbecuen, dus daar heb ik nu geen tijd voor. Maar ik ben zo blij dat hij weg is. Echt heerlijk. We gaan barbecuen. Heel gezellig. Kitty is er, Denise is er. Wat zeg je? Ja, er is nog een pak. Dus die twee heb ik allebei nog een keertje. Alleen die kip die heb ik 1 keer, maar dat is een groot pak. Ik heb echt nog zo verschrikkelijk lang met Kitty zitten kletsen. Het was zo grappig. En die is nu naar huis en ik heb nog honger. Ik zat er net de hele tijd echt heel vol nog van de barbecue. Maar nu krijg ik... Nou, snel het aansteken. Oh. Ik denk, waarom krijg ik niet een slot? Maar dat was niet het slot. Dat was een hartje aan het gaan. Maar goed, ik heb nu honger, dus ik ga even popcorn maken.
Ik denk dat ze even snel. Ik heb er eigenlijk niet echt heel erg trek in, maar ik heb niet heel veel in huis aan snoep. En dit heb ik in ieder geval dan wel redelijk snel gemaakt. Dus dan heb ik toch nog even wat te snacken. Met de vaatwasser aangezet. Oh, die kast is weg, maar oh, ik ben weer lekker scherp. Hallo, is dat niet scherp? Nou, dat wil niet echt. Oh ja, nou een beetje. Maar ik ben zo blij met deze zee van ruimte nu. En ik wil echt heel mijn kamer omgooien, maar dat ging hem vanavond niet worden. Ik ga wel nu lekker mijn bed in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Klik hieronder even op abonneren, maak je me heel blij mee. Duimpjes, reacties, ook helemaal top. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!